In Nederland zijn er zo'n 79.000 mensen gok- of kansspelverslaafd. Daarnaast zijn er naar schatting nog eens 96.000 risicospelers. Dit zijn mensen die grote kans lopen op een gokverslaving. In totaal komen er in Nederland bijna 175.000 mensen in de problemen door gokken. In Zeist zit verslavingskliniek Hervitas. Zij zijn gespecialiseerd in de behandeling van gokverslaafden. Ik heb het verleden keren gezegd. Verslaving is een chronische progressieve ziekte. Ook een erkende ziekte. Hij gaat dus ook niet over. Wat voor mensen komen hier? Alle soorten en maten, zou ik willen zeggen. Vanaf 19 jaar tot 70 jaar. Hoog opgeleid, laag opgeleid. Verantwoordelijke banen, minder verantwoordelijke banen. Alleenstaande familieleden. Geef je er eentje afhalen en dan doorgeven? Wat is nou specifiek voor een gokverslaving? Het belangrijkste is natuurlijk dat ze vaak financiële problemen hebben. En dat loopt uiteen van 15.000 euro schuld tot bij ons nu het maximum 600.000 euro schuld opgebouwd. Het idee dat op enig moment de verslaving over is, vinden wij niet juist. De neurologische paden die aangelegd zijn in je brein, die zullen altijd blijven. Dus nu misschien te vergelijken met een A2. Wat kost een behandeling? De behandeling is bruto NZA-tarief, moeilijk woord, maar dat is eigenlijk wat de overheid heeft vastgesteld voor de behandeling, ruim 8500 euro. En wij krijgen afhankelijk van de zorgverzekeraar tussen de 5 en 5.500 euro vergoed. Een aantal online aanbieders zijn genoteerd aan de beurs in Stockholm, dus die cijfers zijn openbaar. Daarin kun je zien dat bijvoorbeeld één aanbieder 250 miljoen winst maakt. Dus winst onderaan de streep. En vervolgens gaan we kijken wie genereert eigenlijk die omzet en die winst. Onderzoek in Engeland, augustus verleden jaar, laat zien dat 50% van de winst gegenereerd wordt door de probleemspelers. Dat is dus nogal wat. Dus de mensen die ziek zijn, gokverslaving is een erkende ziekte, die genereren dus 50% van de winst van zo'n aanbieder. En vervolgens het herstel, het genezen van die ziekte, of het herstel, in herstel komen van die ziekte moet ik zeggen, moet dan betaald worden door de maatschappij.